De pittoreske omgeving in de Italiaanse Alpen was voor de schaatsers van Sandra het Hart het decor van een pittige training. De Sport met Hart prezen zette samen met collega Frauke ook de meiden van Team Bauma en Team Witty super scherp. De Passo Stelvio, een steenpuis van 2800 meter moest bedwongen worden en de vrouwen deden dit met verve. Een mix van marathoners en uitlange banen trapte zich naar boven en kwam op het hoogst haalbare in een melee van motoren, campers, auto's, souvenirwinkels en noem maar op. Onder hen Paulien van Deutekom en Jorikke van der Geest, ex-langebaanschaatsers. Laatstgenoemde blikt alvast vooruit naar Wijzenzee. Als ik die 200 kilometer moet op de Wijzenzee, dan moet ik nog even wat langer dan 2,5 uur. Dus dat wordt nog pittig. Maar ik heb geoefend. Leonie Lubbingen, wat was je tijd? 2:10, precies. Is dat goed? Ja, wat is goed? Het is goed, zegt je. Paulien van Deutekom maakte kennis met een training die in het lange baan schaatsen niet heel gewoon is. Maar ze kwam boven. En? Nou ja, niks komt voor niks vandaar, hè? Ik heb niet voor niks al die jaren getraind, lijkt. Huh? Oh. Maar ik ben boven. Weet je je tijd al? Zeker. 45 seconden in de tijd dat het nog niet uit. Ja, volgens mij 2:25. Ik zeg mooi aan volgend jaar iets zitten hier te verschijnen. Iets meer doen de zomer. Oh, hoe gingen jullie? Tweedejaars marathonschaatser Linda Bouwens kwam ook boven. Niet heel erg makkelijk, maar ze deed het. De Bouwens, marathonschaatsen en de Stelvio oprijden. Ligt er een overeenkomst? Nou, ik denk het wel. Ik denk dat dit wel... Ja, 2 uurtjes even afzien. Is mooi voor de mooie training voor de Wijzenzee. Marleen Elstgeest deed het al eens eerder en zij genoot zichtbaar. Sandra het Hart en Frauke ook zagen hun inspanningen beloond. Ja, mooi toch? Is toch schitterend? Ja. Lekker genieten. Mooi weertje. Prima zo. Het middenstuk van de Stelvio is gewoon hartstikke zwaar. En dan, dan moet je toch een beetje heen en weer om te kijken of iedereen genoeg water heeft. Jelletjes, reep, of alles goed gaat. Ja, dan moet je wel nog even power hebben om heen en weer te kunnen rijden. Ik heb hier natuurlijk ook hard voor getraind, want ik wil toch begeleiding leveren. Dus, ja, lekker. Daarna even rusten en naar beneden. Het geeft eveneens een vaardigheid bleek te zijn.